Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 5. Ik voel me gelukkig een stuk beter dan gisteravond, dus daar ben ik wel heel blij mee. Alleen, vooral mijn buik voelt een stuk beter. Mijn lijf voelt wel een beetje beurs, maar dat is natuurlijk dat ik gisteren gewoon een hele dag rond heb geshopt in de Efteling. Dus, Maar op zich, dat gaat vanzelf wel weer goed, denk ik. Het is bijna 7 uur, dus ik ga even ontbijten en ik ga even mijn haar doen. Gisteren ben ik gewoon met nat haar naar bed gegaan, dus dan ziet het er zo uit. Niet echt representatief, zou ik maar zeggen, hè. Dus even kijken of we er nog iets van kunnen maken. Kijken of ik het nieuws aan krijg. En dan gaan we weer naar kantoor. Nog even vandaag werken. En omdat ik vandaag werk, ben ik dus aankomende maandag vrij. Dus ik heb nog wel even mijn 3 dagen hierna om even rustig bij te komen. Gelukkig van alles. En even lekker een weekend te houden. Zo, mijn haar heb ik even met de steltang gedaan. 10 minuutjes werk. En dan ziet het er weer netjes uit voor de komende 4-5 dagen. Ik was maar 1 keer in de 4-5 dagen mijn haar. Waardoor ik dus ook maar 1 keer in die tijd hoef te doen. En dan blijft het altijd perfect zitten. Nu al goed genoeg zitten, denk ik. Dus ik ga even kijken. Tas inpakken voor vandaag. Deze mee. Mee. Sleutels. En dan zijn we weg. Ik zie jullie vanavond weer. Doei! Daar is ze weer hoor. Ik ben weer thuis. Het is 4:15. Mijn werkdag zit er weer op. Wat een druilerig weer vandaag. Baba. En ik bedacht me net dat ik gisteren dus helemaal, omdat ik me eigenlijk op een gegeven moment niet meer lekker voelde, die is met de adventkalender heb opengemaakt. Dus we hebben er zometeen 2 doosjes om open te maken. Maar eerst heb ik even zin in een lekker glaasje koude chocomel. Ja, die ga ik eerst eens eventjes drinken. Joris die appt dat hij nog niet klaar was met werken. Dus die zien we straks wel. Oké, ik krijg hem niet open. Ik dacht dat Joris die gisteren al open had gemaakt voor mij. Een andere dan. Dus ik weet nog niet hoe laat hij dan klaar is met werken. En ik heb ook nog niks in huis. Dus daar moet ik nog even over nadenken wat we daar gaan doen met het eten. Eerst even mijn chocomel inschenken en dan gaan we 2 pakketjes openmaken. Nou,
Nou, maar eerst eventjes die ik eigenlijk gisteren had moeten openmaken. Openmaken. En daar zit de argan in. Een houtachtige geur, zoet en delicaat. Verzacht door tinten van mirre. Oeh. Heel benieuwd, even. Nee, ik kan door het papiertje niks ruiken. Dus die ga ik zo meteen eens heel even openmaken. Ik ben heel benieuwd hierna. En dan hebben we ook nog dag 5. De eindbegin van vandaag. Oeh. Oh. Daar zitten lekkere snoepjes in. Oh, die ga ik bewaren voor Joris. Oh, chocola. Wat is deze? Ook chocola. Oh, lekker. Lekker, lekker. Zal ik ze terugsteken in een doosje en dan straks Joris open laten maken? Misschien eens doen. Ik zal zeggen dat hij die straks open mag maken. Misschien op zijn bord leggen als we gaan eten of zo. Ja. Onthouden dat ik dat moet doen dan. Gaan ze weer noten van je stam? Zeker. Ze waren weer heel erg blij dat ik het had meegenomen. Ik ben klaar met de video van morgen. En ik vond het echt heel leuk om al die beelden van de Efteling weer terug te zien. Ik hoop dat ik het leuk heb bewerkt en dat jullie me ook echt leuk vonden. Als je hem niet hebt gezien, kijk de vlog van gisteren terug. Want daarin zie je dus dat ik met ons team, met heel de bedrijven, naar de Efteling ben geweest. Ja, was gewoon gezellig en ook gewoon leuk om dit weer eigenlijk terug te zien. Joris is ondertussen ook thuis en die is lekker aan het koken. Dus die heeft de aardappeltjes al in de airfryer zitten. En volgens mij gingen we varkenshaas erbij eten. Ja. Een varkenshaasje. We kunnen zo meteen lekker smikkelen. Ik moet daar alleen nog eventjes op exporteren klikken. Een beetje rosé. Sorry, hoe dan? Conferentie zijn op de vrijdag. Cadeautje! Ja. Als het maar geen wasparfum is, want daar hou ik niet zo van. Nee, ik heb hem al opengemaakt en jij wordt hier wel blij van. Snoepjes. Ja, en ik had geen adventkalender voor jou deze jaar. Maar? Nou, toen zag ik deze en toen dacht ik, dan mag jij deze hebben voor vandaag. Chocolate. It's mine. It's yours. It's mine. Nou, gaan we lekker smikkelen. Of ze goed zijn. Varkenshaasjes met de onderlijke aardappeltjes. Een yummy en dummy. Perretje. Kunnen we een mooi liedje zingen, schatje? Zeker. Ik maak mezelf aan poeperekje. Aan wat? Poeperekje. Poeperekje. Ik weet niet of YouTube het goed vindt dat wij zulke woorden gebruiken. Het is niks. Poepjoepjoep. Dat al helemaal. Wat eten we vandaag? Aardappeltjes uit de airfryer met een lekkere varkenshaasje. Dus smakelijk eten. Kijk ondertussen trouwens de tweede vrije training. Waar was dit ook alweer? Abu Dhabi. Abu Dhabi? Ja, ik weet het ook even niet meer. Qatar, Abu Dhabi? Abu Dhabi. In ieder geval de tweede vrije training. Wij hebben lekker gegeten en zitten ondertussen lekker onder het kerstdekentje met z'n tweeën. En Joris had op het werk een chocoladeletter gekregen. En die is speciaal voor mij een witte meegenomen. Hij kon nog kiezen ook. Dus daar ga ik even lekker als toetje aan beginnen. En we zijn ondertussen weer begonnen aan de blacklist. We zijn de hele tijd terug zijn we daar aan begonnen. Toen zijn we halverwege seizoen 6 volgens mij. Begin seizoen 6 zijn we op een gegeven moment gestopt. Andere series gaan kijken. En nu hebben we hem weer soort van half herontdekt. Dus zijn we weer verder gaan kijken. Ik ga lekker naar bedje toe. Joris blijft hier nog even
op de bank zitten. Het is 10 uur. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat zo is, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want tot en met kerstmis heb je iedere ochtend om 11 uur een Vlogmas vlog. En op woensdag heb je natuurlijk om 5 uur altijd nog een schoonmaakvideo. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!